Dit is het Weerjournaal van donderdag 24 april met vandaag onder meer eerste jongere stadsschrijver en jubileumwandeling door Weert. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Volgens de stichting Wijkraad Leuken is de Roermondse weg de weg met het hoogste fijnstofgehalte van Weert. De wijkraad roept de gemeenteraad dan ook op passende maatregelen te nemen. De Roermondse weg is een van de drukste wegen van Weert. Dagelijks rijden hier duizenden auto's heen en weer. En volgens de wijkraad Leuken is dit de weg met het hoogste fijnstofgehalte in de gemeente. De fijnstof is afkomstig door de uitstoot van uitlaatgassen van de vele voertuigen. Volgens de wijkraad is fijnstof voor mensen doodsoorzaak nummer 2 en moeten landelijke en plaatselijke overheden in actie komen. In een brief gericht aan de Weerter gemeenteraad roept de wijkraad op om voor de gezondheid van de Weerter bevolking snel passende maatregelen te nemen met betrekking tot het autoverkeer. Als eerste preventieve maatregel wordt voorgesteld de maximumsnelheid op rand- en ringwegen te verlagen van 70 of 80 naar 60 km per uur. Bijkomend voordeel is dat met het verlagen van de snelheden de situatie er voor voetgangers en fietsers bij de vele rotondes er veiliger wordt. De brief is momenteel in behandeling en het is dus nog niet bekend of de gemeenteraad echt maatregelen gaat nemen tegen het fijnstof. De 15-jarige Nina Saalmans is de eerste jongeren stadsschrijver van Weert. Zij is de opvolgster van Weerter stadsdichter Henk Simons en mag de komende 2 jaar verhalen schrijven over Weert. In de concertzaal van Rik werd gisteravond bekendgemaakt welke getalenteerde jongere de titel jongeren stadsschrijver van Weert voor het eerst mee naar huis mag nemen. De zoektocht naar het jeugdige schrijfstalent was een initiatief tussen het Rik, het Bibliocenter en de gemeente Weert. Voordat de 4 genomineerden elk een zelfgeschreven verhaal mochten voordragen, werd afscheid genomen van Henk Simons. Hij vervulde de afgelopen 2 jaar de functie van stadsdichter van Weert. Namens de gemeente Weert sprak wethouder Kolen zijn dankwoord uit en overhandigde hem een kunstwerk gemaakt door Emmy van de Venne. De 4 jeugdige schrijfsters die genomineerd werden voor de titel Jongere Stadsschrijver van Weert waren Juliette Manders, Nina Saalmans, Emma Nijf van Lier en Marloes Grandiek. Zij lazen ieder een kort verhaal voor over een willekeurig onderwerp. Voorspellen hoe lang het conclaaf zal duren. En toch staan die mannetjes daar zenuwachtig maar klaar om te beginnen. Zou die soms al vanaf de eerste stemming daar staan? Ik hoop maar niet, want het langste conclaaf duurde 28 jaar. Na een kort juryberaad maakt de wethouder Kolen bekend dat Nina Saalmans de jongeren stadsschrijver van Weert is. De jury oordeelde dat haar verhaal Misdaad loont niet het beste was. Nina mag de komende 2 jaar als stadsschrijver van Weert verhalen over de stad schrijven en voorleesbeurten geven op scholen. Zij kreeg naast de titel, uit handen van wethouder Kolen, een speciaal kunstwerk uitgereikt. Over een paar maanden kan iedereen blijvend genieten van de oude waterput bij de Sint-Lambertuskerk in Nederweert. Na de vondst is men gaan denken hoe de put in het straatbeeld permanent zichtbaar gemaakt kan worden. En dat gaat gebeuren door middel van een glasplaat. En daarmee gaat de grote wens van Alfons Breukers en ondernemer Ruud Koppens in vervulling. Lange tijd lag de waterput verborgen onder de Kerkstraat. Daar kwam ruim een maand geleden verandering in. Toen werd dit unieke historische stukje Nederweert gevonden. Omdat in het oude ontwerp de put volledig in de rijbaan kwam te liggen, moest het ontwerp aangepast worden. De rijbaan is dus iets opgeschoven, waardoor de put nu half in de rijbaan en half in het trottoir ligt. Het idee is nu om een cirkelvormige deksel te maken dat uit 2 delen bestaat. Een glazen deel in het trottoir en een kortenstaal deel in de rijbaan. De put krijgt verlichting en rondom de deksel komt de natuurstenen rand met een passende inscriptie. Op dit moment wordt de bestrating gewoon doorgelegd. En voor de opening van de Kerkstraat op 29 augustus wordt de bestrating weer verwijderd en dan wordt de glasplaat aangebracht. En ondertussen gaan de werkzaamheden aan de Kerkstraat en de Lambertushof gewoon door. Het verfraaien van de Kerkstraat is in volle gang. En op de Lambertushof zijn inmiddels grote natuurstenen tegels aangebracht. Precisiewerk en zwaar voor de stratenmakers. De tegels wegen een paar honderd kilo per stuk. Zondag wordt de Kerkstraat afgesloten voor al het verkeer ter hoogte van de kruising met de Paulus-Holtestraat. Dan wordt dit gedeelte opengebroken.
gekozen is voor de zondag, omdat dit een rustige dag is en de arbeiders dan ongestoord aan het werk kunnen. En maandag 28 april wordt de Kerkstraat vanuit de Kapelaniestraat weer opengesteld. Het project ligt dus op schema. In het kader van Weert 600 jaar stad kunt u aanstaande zondag kijken naar een speciaal praatprogramma hier op Weert Televisie. Elke laatste zondag van de maand vanuit de Tienschuur een nieuw programma op WTV in samenwerking met de stichting Weert 600. Een informatief praatprogramma onder de titel 1414, een maandelijkse kijk op het jubileumjaar Weert 600 stad. In deze eerste aflevering tal van gasten, zoals John van Kouteren over de geschiedenis van Weert, Johan Kremers, bestuurslid van de stichting Weert 600. Het NK Triathlon in Weert wordt toegelicht door Suzanne Hansen, Wendy van Doren en Leon Smolenaars, hoofdrolspelers in de musical Hoogsterkste Legende. Lei Hoebe, winnaar van de Weert 600 Fly-wedstrijd. We hebben de gesproken column van Jasmine Magdash, de nieuwe gast van de burgemeester. Antje van der Statie neemt het Weert 600-programma van de komende maand door. Stadsgids Carla Bronswaar laat een markant stukje historisch Weert zien. En dat allemaal zondag 27 april 1414. De uitzending begint om 10 uur en wordt vanaf 2 uur om de 2 uur iedere keer herhaald. Speciaal voor Weert 600 jaar stad hebben de stadsgidsen van Weert een jubileumwandeling gemaakt. Vanmiddag liep burgemeester Heijmans mee om deze historische wandeling zelf te ervaren. Het eerste exemplaar van het boekje Historische wandeling door de binnenstad werd door de burgemeester vandaag in ontvangst genomen. En dat gebeurde in de hal van het nieuwe stadhuis. De stadsgidsen van Weert hebben in samenwerking met de VVV Backoffice Weert een historische wandeling door de Weerter binnenstad gemaakt. Van deze route is een kleurrijk boekje gemaakt. Het boekje schetst een mooi beeld van hoe Weert er nu en in het verleden heeft uitgezien. De jubileumwandeling wordt uitgebreid beschreven en aangevuld met foto's van bijvoorbeeld enkele prachtige en belangrijke gevels. En het boekje Historische wandeling door de Weerter binnenstad is voor 2 euro te koop bij VVV Bruna op de markt. Vandaag zijn Piet Hermans en Benny Wekers 60 jaar getrouwd. Samen met familie, vrienden en kennissen werd dit natuurlijk uitgebreid gevierd. En dat gebeurde in restaurant De Stoof aan de Rietstraat. Sinds vorig jaar wonen Piet en Benny Hermans in het nieuwe Wozoko op Hushoven. Beiden zijn geboren en getogen in Weert. Het is een sportief echtpaar. Zij leerden elkaar kennen bij gymnastiekvereniging Jan van Weert. Piet is in Weert vooral bekend vanwege zijn vrijwillige inzet bij tal van verenigingen. Zoals bij het VVV, waarvoor hij menig fietsroute heeft uitgezet. En nog steeds zit hij regelmatig op de fiets. Elke woensdag trekt hij er met een vaste groep op uit. En zij noemen zich de Trappeneers. Maar Piet doet meer. 'S Ochtends zwemt hij zijn rondjes bij de ijsberen. Vroeger plonsde Benny ook regelmatig in het water, maar zij hield meer van gym. Piet en Benny hebben 5 kinderen. 11 kleinkinderen en inmiddels 3 achterkleinkinderen. Ze zijn niet ver uitgevlogen, want ze wonen allemaal in Weert. Het diamantenpaar genoot vandaag zichtbaar van alle aandacht. En vandaag zijn we weer te gast bij Bex IT Services. Goedé, je hebt ons meegenomen naar de Oude Akkerstraat in Weert. Waar gaan we naartoe vandaag? We gaan vandaag op bezoek bij het gezondheidshuis, bij jouw fysio. En we gaan in gesprek met Loek van der Putten en Raymond van Boksel. Zij hebben hier een spliksplinternieuwe fysiotherapiepraktijk gestart. En wij verzorgen daar als Bex de IT in zijn totaliteit. Dus we gaan eens met ze in gesprek. Ga naar binnen. Loek, wil je jezelf even voorstellen? Ja. Mijn naam is Loek van der Putten, ik ben fysiotherapeut bij jouw fysio. Voorheen heb ik een eigen zaak gehad aan de Mazeikerweg met mijn praktijk. En sinds 1 januari ben ik samen met Raymond van Boksel van ISP Weert hier aan de Oude Akkerstraat in het gezondheidscentrum mijn eigen praktijk, of onze maatschap begonnen. Ja, kun je eens wat vertellen over jouw fysio? Ja. Jouw fysio is een jonge praktijk, een maatschap die groeiende is en die zich met name specialiseert op sport en op ouderenzorg. We hebben onze aandachtsgebieden binnen de ouderenzorg, binnen CPD en de kwetsbare ouderen liggen. En zijn daarbij vooruitstrevend in onze kwaliteit en onze middelen die we daarbij gebruiken.
Vanuit jouw fysio leveren we ook op onze locatie bij Sint-Teunis leveren de sportfysiotherapie voor Medi-Weert. Ja, waarin verschilt een praktijk van nu met zeg maar 10 of 20 jaar geleden? Nou, 10 of 20 jaar geleden was het nog in loondienst, heel veel op verwijzing van de arts. En vandaag merken we in de zorg dat we steeds meer zelf als therapeut ook de boer op moeten. We moeten hoge kwaliteit leveren voor hetzelfde geld. En worden daar zowel door de markt als door zorgverzekeraars flink op onze huid gezeten. En dat geldt voor ons als uitdaging om daar zo goed mogelijk iets neer te zetten. Met passie voor ons werk en met een goede kwaliteit voor de patiënt. Gimmo, we staan hier in de trainingsruimte en hier moeten jullie patiënten echt zelf aan de bak. Want het is niet meer alleen maar op de tafel liggen. Nee, de trainingsruimte is een hele belangrijke ruimte voor onze praktijk. We staan eigenlijk voor actieve revalidatie, waarin we mee willen zeggen is dat we mensen zelf aan de slag willen krijgen. Het kan best zijn dat we in de behandelkamer beginnen. Maar daar creëren we eigenlijk voorwaarden om weer zelf aan de slag te kunnen. Zoals dat eigenlijk in het dagelijks leven ook gaat. Niemand die het voor je doet, maar eigenlijk dat je het zelf moet doen. En daar proberen we mensen mee te helpen bij ons in de praktijk om zelfstandiger te worden. En daar heb je gewoon ruimte voor nodig, een trainingsruimte. En bij deze. Ja, jullie zitten hier in het gezondheidshuis. Wat biedt dat voor voordelen voor de patiënten? Het gezondheidshuis is inderdaad een maatschap opgericht door zowel de apotheek, huisartsen Janssen Wolters en wij als jouw fysio. Wat dat voor voordelen voor de patiënt biedt, ja, de zorg zit op één locatie, heel veel zorg. Dat biedt natuurlijk de mogelijkheden om, mits je heel veel zorg nodig hebt, dat het makkelijk te bereiken is. Daarnaast zijn er korte overlegmomenten, heel makkelijk mogelijk. De lijntjes zijn erg kort. En ja, dat is heel praktisch bij een patiënt, zeker voor mensen die hele complexe zorg nodig hebben. Zoals ouderen, wat een speerpunt bij ons in de praktijk is. Is het heel belangrijk dat de zorgpartners goed met elkaar communiceren. Zodat de zorg ook heel patiëntgericht is en blijft. Ja. Ja, voor jullie is het ook heel belangrijk om samen te werken met verschillende organisaties. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Ja, we hebben, wat Luc al eerder zei, we hebben als speerpunten bij ons de praktijk sport en ouderenzorg met name. Daarin hebben we verschillende partners gezocht die ons daarin kunnen ondersteunen en waar wij goed mee kunnen samenwerken. Een partner is Medi-Weert op sportgebied, sportmedisch adviescentrum in het ziekenhuis. Daar werken we nauw mee samen met sportartsen en een team wat daarachter zit. In de ouderenzorg werken we samen met Parkinsonnet, Claudicatio-netwerk. Wat wil dat zeggen? Claudicatio, ja, dat is een moeilijk woord. Claudicatio net wil zeggen bijvoorbeeld mensen die problemen ondervinden met lopen. Het etalagebenenverhaal wat wel in de volksmond genoemd wordt. Voor de patiënt is dit belangrijk omdat meerdere partners, de ergotherapeut, de fysiotherapeut, de arts en alle betrokkenen die daarbij zijn, hebben gewoon makkelijk contact met elkaar en weten van elkaar wat ze doen. Dus dat is voor de patiënt heel belangrijk dat die zorg gericht is op hem of haar. Daarnaast hebben we natuurlijk hier op de verdieping allerlei therapievormen zitten in het centrum. Logopedie, osteopathie, podotherapie. Waarin we heel makkelijk kort met elkaar samenwerken. Dat is denk ik ook heel kenmerkend voor het gezondheidshuis en kenmerkend voor onze fysiotherapiepraktijk. Dat wij door middel van samenwerken met andere partners voor de patiënt de beste zorg willen inrichten. Daarnaast een belangrijke partner voor ons is MDS en Topzorg Nederweert. Met hun zorgen wij ervoor dat patiënten thuis kunnen blijven revalideren. Dat ze niet per se opgenomen hoeven te worden in een instelling. En daarbij dus gewoon lekker thuis in hun eigen omgeving kunnen revalideren van hun klachten. Op deze verdieping hebben we dus allerlei soorten disciplines binnen het gezondheidshuis. Dat is de korte lijntjes, de korte overlegmomentjes. Samenwerken is eigenlijk heel kenmerkend voor onze praktijk. Samenwerken met de patiënt, samenwerken met andere disciplines. Om de patiënt en de zorg die de patiënt nodig heeft zo goed mogelijk te kunnen bieden. Zodat zij of hij het beste kan revalideren. In hoeverre is een fysiopraktijk eigenlijk geautomatiseerd?
Ja, zoals ik net zei, met de automatisering moeten we ook mee. Ook vanwege de eisen die er aan ons gesteld worden. En vandaag de dag zijn er hele mooie systemen allemaal op de markt die ook het nodige onderhoud vergen. We zitten in een online omgeving, werken we met alle mogelijke middelen voor ons, zowel ons patiëntenregistratiesysteem als onze financiële administratie. En daarbij hebben we inderdaad gewoon een oplossing gekozen waarbij we dus de hulp nodig hadden van een partner in de ICT. En daar hebben we BECS voor gekozen. En die hebben voor ons het werk allemaal ingeregeld op locatie. Met name de verhuizing van het ene systeem naar het andere systeem heeft behoorlijk wat voet in de aarde gehad. En daarin zijn we begeleid door. BECS is daarbij voor onze ICT-partner die het hier op locatie doet. We hebben een onderhoudscontract waarmee ze zorgen dat wij ook draaiende kunnen blijven in de ICT. En daar zijn we erg tevreden over. Goed, we zien hier een nieuwe praktijk, maar eigenlijk van een samengaan van twee eerdere praktijken al. Wat vraagt dat van jullie als ICT-bedrijf? In eerste instantie dat we allebei de bedrijven kennen wat zij aan IT-vraagstukken hadden. En dan moet je dat samenvoegen en daarnaast moet je het verhuizen. En wat je daaraan toevoegt is ook dat het zijn bestaande bedrijven, dat je meteen gaat nadenken over wat is er nieuw in de markt. En hoe kunnen we de komende 5 jaar hun verder en goed begeleiden. En de keuze hier gemaakt is om te zorgen dat zij al hun informatie op het internet hebben staan, maar dat ze wel degelijk nog werkplekken hebben en dat ze met die werkplek iets moeten. Nou, wij verzorgen hier, hebben de hele verhuizing verzorgd, maar ook het beheer van de komende jaren. En zoals ik zie gaat het fantastisch.